We zitten nu ongeveer 10 meter boven het water en het is ook niet bepaald makkelijk om het hoogste punt te bereiken. En dat allemaal om de adrenaline te voelen die vrijkomt als je springt. En je zegt dus als je springt krijg je adrenaline. Ja. En van die adrenaline word je dan, krijg je een soort geluksgevoel. Nou, het is gewoon ook heel erg omdat mensen het eng vinden. Ja. Ik bedoel, als je naar beneden kijkt, dan denk je van oh my god. Ja. En als je dat doet, dan overwin je een bepaalde angst. Great. En die angst is niet onterecht. Ik moet namelijk een verklaring tekenen die onze professionele divers vrijwaart van aansprakelijkheid. Well, basically it says that we are not responsible for whatever happens to you. It's your decision to jump or not to jump. And everything is safe from our side, but it still is not safe for you depending on what you do. Well, my fate is in your hands. Okay. Yeah, follow me. Are we going to jump from here? I thought much higher. Oh, we're going to start low. We're going to build it up. We're going to build it up. It's part of the game. There are rocks. I think that you are going to jump from 2 meters and probably 2 meters farther. So these rocks will remain in the back. And still, these rocks are deeper than you think. All right, first one to go. Done? Okay, yeah. Ready? Okay. Okay. Easy. Dit is dus pas het lage punt, kun je nagaan. En ik ging nog wel zo stoer in. Nu ben ik helemaal niet meer stoer. Can I go? Ja. 1, 2, 3. Very good. Very good. Woo! That was great. Awesome. Ja, en nu moet ik er dan toch echt aan gaan geloven. Deze rots is 14 meter hoog. Dat mensen dit serieus voor hun lol gaan doen. Ik voel mijn hart echt helemaal in de keel. Ik heb hier echt geen zin in gewoon. Ik heb echt geen geluksgevoel. Ah, oh, fuck, I get scared. Het is heel raar hoe dit werkt, hè? Is het dan de hoogte, denk je? Op televisie komt diepte misschien nooit zo goed over, maar van 14 meter springen is voor mij niet niks. Vergelijk het met de 4e etage van een flatgebouw. Oh, wat gebeurt er, joh, echt? Oh, ik heb gewoon een hoogtevrees. Ik wil zo niet. Ik baal gewoon voor mezelf. Ik baal echt van mezelf. Oké, ik heb hoogtevrees. En dan denk ik van, jezus, spring gewoon. Spring gewoon. En sta ik hier en denk, oké, ik ga springen. En blijkbaar is dit te hoog voor mij. Want als ik hier sta, dan denk ik, oh nee. Ik wil niet. Daar kreeg ik het nog wel voor elkaar. Niet te denken, springen. En nu sta ik en kijk, mijn hele been gaat helemaal trillen. Zie je? Ik ben helemaal, zie je hoe mijn lichaam aan het trillen is? Ik had even een intern dialoogje met mezelf te overwinnen. Nou, het is heel gek wat er gebeurt, want ik ben natuurlijk bang van hoogtes. Maar ik begon een beetje te trillen, mijn hele lichaam. Ik wilde natuurlijk gewoon niet, maar ik dacht, ja, ik weet ook dat het kan. Zij heeft het gedaan. En ik zit nu gewoon met mijn hoofd zit me gewoon te fucken. En ik ga niet dat me laten overheersen. Not going to give in, dacht ik. Ik ga gewoon springen. Alleen dan is het nog het vraag, hoe ga je dat dan overwinnen? Ja, toen op een gegeven moment sprong ik gewoon. Ja, dit is dus een manier voor mensen om zich vrij te voelen en gelukkig. Door middel van de adrenaline die dan opkomt. Nou, de adrenaline voel ik wel. De overwinning ook. Maar ik heb het niet nodig om me vrij en gelukkig te voelen.
Dus niet. Ik vind het prachtig en uitdagend. Kijk eens waar ik sta. Maar ik ga dit echt niet nog een keer doen. Ik zeg dikke doei. Ik ga naar het terras. Ik heb een warme chocomel verdiend.